Verstaan vandaag, maandag 27 april, op Koningsdag en Bijk, hoe de Queen's Parade vanavond gaat vertrekken vanaf de Markt en Bijk en hoe de TamTam een fantastisch optreden zal gaan verzorgen. Nu ziet je al een fantastische sfeerimpressie op de Markt en Bijk. En vanaf deze hoogte wens ik je heel veel plezier met kijken. Nou, voor u, vertel eens wat voor je eigenlijk, hoe staan we nou te kijken? Dit is de kraam, je kunt ze een workshop doen en je kunt de kinder kiezen uit het maken van een lantaarntje. Wat bij de klepperman heurt, of een klepper. Of ze mogen zo'n hellebaard maken. En dat is allemaal ter ere van het jubileum wat de nachtwachters hebben in het Hemelvaartweekend. Ja, want in het Hemelvaartsweekend komen we waarschijnlijk ook weer terug. Dan kunnen we voor een zien wie dat allemaal aan toe geeft. Maar dus het is allemaal ter ere van dat weekend. Ja, onder andere waar, ja. Ja. Dus die kinderen wat dat nu maken, dan die ook dan gewoon die ook metlopen? Die kunnen eventueel metlopen in die historische stoet, ja. En op zaterdag is dat, ja. En er is van alles door de fakkeloptocht, hè. De kinderen hebben op de scholen ook alle de mogelijkheid gehad om lantaarntjes te maken of een klepper of een hellebaard. En dus de bedoeling, het zou leuk zijn als die dat weekend natuurlijk ook metkomen en allemaal de hellebaard of de lantaarn of de klepper bezig gaan. Ja. En waarom nu op Koningsdag dit promoten of dit organiseren? Om nog meer lui op de been te krijgen om dat weekend paraat te zijn daarna. Ja. Johnny op de Queen's Parade en Bijk. Waarom is het niet de King's Parade? Nou, we hebben 11 jaar geleden de beslissing gemaakt om daar Queen's Parade van te maken. En dat hebben we ook volgehouden, want we hebben wel natuurlijk erover vergaderd van Madonver. Maar we hebben uiteindelijk afgesproken, laten we gewoon de Queen's Parade aanhouden. Dat is een branding, daar hebben we heel veel energie in gestoken. En dat geeft nog jaren met, we hebben tenslotte ook een koningin. Wat verwacht je eigenlijk van dit jaar? Ja, meer is vorig jaar of andere dingen? We hebben in de 11e editie over het mogelijk gemaakt om het hele gebeuren, vooral het avond, de top toe, om dat te streamen naar het bejaardenhuis. En als de techniek ons niet in de steek laat, dan kunnen we vanavond ook op dat charme hier achter mij de lui laten zien welke figuren dat die showkorps uitbeelden. En dat is dan zeg maar in de 11e editie van Queen's Parade. Is dat een première, zeg maar. En daar zijn we heel blij met. Heb je ook echt voor vanavond een favoriet? Zeker heb ik. Ik heb altijd favorieten. Ik selecteer. Ik ben een bevoorrecht persoon, want in grote lijnen doe ik dat uiteraard samen met mijn bestuur. Maar in grote lijnen doe ik de voorselectie. En van de 10 keer willen ze 9 keer ook dat ik dat korps wat ik goed zoek, dat ook komt. En dit jaar hebben we natuurlijk Wilhelmina uit Sleeuwijk. Sorry, dat is een topper. Ja, dat kent ze niet meer. En we hebben DOS, een heel klein bandje. 25 man, maar die maken een show ongelooflijk. Die hebben op het WMC zo'n ontzettend groot score. Dus we zijn heel blij met het programma vanavond. En als huisorkest moet van even vergeten, Irene Lucia. Hè. En het vuurwerk vanavond, dat maakt natuurlijk het geweldig. Ook door van de primeur. En, we hebben dit jaar voor het eerst het vuurwerk synchroon met muziek. Dus we gaan nog 10 minuten genieten van een fantastisch vuurwerkspektakel met daaronder een mooi deuntje. Dus ik ben benieuwd. Nou, dan komen we ervan uit dat het weer droog blijft en dat we nog het zonnetje even mogen zien. En dat we een fantastische middag en avond er nog van mogen maken, toch? Ja, zeker. Het is al een beetje een doorkomen, dus we hebben al geen regen. Daar zijn we al hartstikke blij mee. En dat zou dat betekenen dat we voor de 11e keer een droge Queen's Parade hebben. Zo, meneer Vertellend, hier zit hij maar even, hè? Ja, ik zit even te wachten totdat we mogen beginnen met de parade. Die verwachten op het groene leeg? Of, Ja, ik geloof dat ze inderdaad met kleuren werken aan de kant. Is het nu een race of is het gewoon een rustige parade, laten we het noemen? Parade, hè? Het is een parade voor de lui die de medailles gekregen hebben vandaag. Hè? Dus, wie vult dat nu, zo'n medaille op de linkerborstkas? Dat is ongelooflijk mooi. Het wordt boete verwachting, want ik had er nooit bij stilgestaan hangen dat het zou kunnen gebeuren. Maar ik heb hem wel gekregen, joh. Geniet ervan. Dat zal ik zeker doen. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happy.
met de kroon op de kop. Komt hij zijn prijsje ophalen. Johnny met de burgemeester van Bijk, Ralf Greewinkel. Vertel eens, wat maakt Bijk nu speciaal met deze Queen's Parade? Oh ja, niet alleen de Queen's Parade. Ik denk, we kijken naar alle gedecoreerden vandaag. Dan af en toe met fantastische vrijwilligers. En dat ja, symboliseert voor mij het verenigingsleven in Bijk. We doen dadelijk ook Irene Lucia gaat optreden als onderdeel van de Queen's Parade. Ja, dat is wel iets speciaals. Het setup toe, dat huurt erbij. Is echt een Bijks evenement. En natuurlijk vanmorgen vanmiddag natuurlijk ook erbij bij de leuke vrijmarkt. Dat is natuurlijk voor de kinderen ook geweldig om dingen te verkopen. Ja, ja klopt precies. Het was jammer van het weer. Het had iets warmer gemogen, maar goed, dat had ze niet eng. Maar hij weer die vrijwilligers die dat georganiseerd hadden. Dan zie je de lol wat de kinderen hebben. Ja, dat is fantastisch. Misschien nog een vraag. Dat is misschien een meer gestelde vraag. Het is Koningsdag. Maar waarom dan toch de Queen's Parade nog steeds erin houden? Nou ja, de club die dat organiseert is de Stichting Queen's Parade. En ze houden destijds aan dat ook gevraagd van ja, waarom doen we het King's Parade of iets dergelijks. En ze zeggen nou ja, Queen's Parade is een bekende naam. En ach ja, verander Maxima. En nou, dat kan ik een gewoon gelegen geven. Ja, Maxima is ook niet de minste, om het te zeggen. Hè? Nee, dat geldt voor de koning ook. Precies. En nu, ja, we zijn achter u al een fantastisch optreden. Dus lekker geneten voor de Lujo natuurlijk. En het zit redelijk vol. Ja, absoluut. Is wat ik zei, dat is een evenement wat bij Bijk huurt. Wat ook door de gemeente ondersteund werd van ons beleven Bijk. Om dan te voorzien dat dit tap toe, ja, dat trekt echt wereldtoppers. We hadden nu Irene Lucia, maar dadelijk komen we ook aan dat je op wereldmuziek een koere kerk gewoon geweldig gedreven en dan. En ja, het is fantastisch om daarvan te kennen genieten hij in Bijk. Goed zo, dan maak er een fijne avond van. Dankjewel.